Leuk dat je kijkt naar een extra video en een nieuwe video. En je zal misschien al gelijk al denken, maar wat is dit raar? Je bent aan het praten en je doet het nu met een voice-over. Ja, want er ging iets mis. Ik ben namelijk net de beelden aan het uitlezen en het bekijken om te monteren. Blijkt dat er iets niet goed gegaan is met het opnemen van het geluid. Dus ik heb in het begin geen geluid erbij, dus ik moet even met een voice-over doen. En wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat we een extra video doen. En dat we ook eigenlijk willen laten zien dat in deze tijden van crisis dat het inmiddels is. Dat ook het gewone politiewerk doorgaat. En dat we wel allemaal heel veel thuis werken. En ik heb dan de luxe dat ik met het monteren sowieso veel weg kan blijven van de operatie. Maar vandaag hebben we wel een klusje buiten de deur. Dus we gaan even op pad. Daar gaan we straks heen. En voor de rest gaan we nu naar beelden dat ik even over de afdeling liep. Want ik wilde wat laten zien dat inderdaad we heel weinig mensen hier op kantoor zijn. En dat heel veel politieagenten of politiepersoneel thuis werkt of op locatie werkt. Zodat we niet bij elkaar zitten. We nemen daarin de regels in acht. En uiteindelijk is er dan een minimale bezetting. Nou, uiteindelijk een beetje rondgelopen over de afdeling. Leg hier nog wat uit. En daarna ben ik naar Ed gegaan. Ed is de woordvoerder met wie ik vandaag op pad ging. En daar ging ik nog even uitleggen. Ja, wat zijn we nou aan het doen en wat ben jij aan het doen? Nou, had hij een heel verhaal over. Maar ja, ook geen geluid bij. Dus ik moet even met de voice-over doen. Hij ging wat vertellen hoe de zaak is opgedaan en wat we gaan doen en waar we heen gaan. En hij was nog even in de mailing aan het afstemmen met het onderzoeksteam en het OM. En uiteindelijk gaan we dan onderweg richting de locatie. En dan heb ik wel weer geluid. Dus we komen straks even terug. Zo, we zijn inmiddels eventjes in het lab geweest en hebben de eerste beelden gemaakt en het is echt bizar. Ik zie zoveel chemicaliën, dit is echt een heel groot lab. Ook een oud lab, het lijkt wel of hij net niet meer in gebruik was of zo, zoals het heet. Oh, het is best wel lastig om dit grote camera om zo te vloggen. Maar wat echt opvallend is dat hiernaast was een plas zeg maar. Daar werd er vanuit de schuur of vanuit de fabriek of hoe je het noemen wilt, werd er rechtstreeks op die plas geloodst. Dus alle chemicaliën komen erin, het water is ook zeer vergiftig, is net gemeten. En dat komt weer, dat stroomt verder door naar hier achter in de weilanden, waar gewoon boerderijen. Nou, je ziet het daar, dat is schaap of koeien, ik kan niet helemaal zien, zoals we inzoomen. Die zitten op hetzelfde weiland waar al die chemicaliën dus nu in terecht komen. Dus dat is echt bizar. We gaan nog even wat beelden maken van de situatie. Het is nog het inventariseren met alle experts en wachten op het LFO om het lab verder te ontmantelen. Ed, waar zijn we nu? Wat hebben we nu aangetroffen? Nou, we zijn hier in Overberg, landelijk gebied, een woonboerderij. En hier is gisteren een drugslab aangetroffen. In ieder geval, het was wat we nu net hebben kunnen zien. Een drugslab wat al waarschijnlijk enige tijd niet in productie is. Maar we hebben wel een gigantische puinhoop aangetroffen. En met puinhoop bedoel ik vooral spullen daaromheen. Dus afval, lege jerrycans, lege vaten. Met resten van chemicaliën in.
maar ook een grote vijver. En waarschijnlijk is die vijver ook gebruikt voor het lozen van hun chemische afval. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal de grond in, loopt over in de sloten langs de weilanden. Dus het is hier ook al sprake waarschijnlijk van een grote milieuschade. Daarnaast is er nog een woning aangetroffen in een schuur waar mensen geslapen hebben. Waarschijnlijk de mensen die de productie in handen hadden, maar waarschijnlijk ook een tijdje al niet gebruikt. Maar dan gaan ze straks naar binnen en dan zullen we meer weten. Heb je een idee, kun je een inschatting geven hoe lang dit lab hier gezeten heeft? Is dat nog niet duidelijk? Nee, dat is nog niet duidelijk en ook niet hoeveel er geproduceerd is. Dat gaan ze straks proberen te berekenen op basis van de vaten en de restanten en het afval wat ze hier aangetroffen hebben. Maar dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Wat wel al zeker is, is dat ze hier amfetamine geproduceerd hebben in deze tijd dat de productie was. Maar zoals we misschien later kunnen zien, de vloer waar de ketels staan, waar geproduceerd wordt, die staat helemaal onder water. De elektriciteitskabels die hangen los. Het was in ieder geval geen veilige situatie om hier te werken. Het is een groot lab, hoe lang duurt het voor dit ontruimd is? Nou ja, ze hebben net een noodweg aangelegd. Er komen met grote wagens. Ze verwachten 15 tot 20 vrachtwagens nodig te hebben om al het spul hier af te voeren. Dus dat geeft wel aan dat er heel veel ligt, in ieder geval ook heel veel afval, heel veel materiaal en dat moet afgevoerd worden. Wat gaat er nu verder hier nog vandaag gebeuren? Nou ja, het afvoeren van het materiaal. LFO die zal ook zoveel mogelijk monsters nemen van de vaten om te kijken wat daarin zit. Is het afval of is het nog een grondstof? En nou, we gaan zorgen dat voor een veilige verwerking. En daarna gaat het onderzoek verder natuurlijk. Hè. De rechercheurs gaan verder om te kijken van wie kunnen hier achter zitten en hoe lang is het geproduceerd. We zijn inmiddels weer aangekomen in Driebergen, dus ik ga alle beelden op de computer zetten. Gaan we die monteren uiteraard en zoals Ed al zei gaat hij de afstemming doen met het OM, met het onderzoeksteam. En dan gaan we straks mijn pasje vinden, anders kom ik niet binnen. En mijn pasje ligt daar op de grond, dus het is heel handig dit. Oké, dan valt het wel een beetje door de mand, hè? Want dan kun je dus merken dat ik al binnen ben geweest toen we later even dit stukje ging opnemen. En toen ik binnen was geweest heb ik mijn pasje binnen laten liggen. Kon ik niet naar binnen? Nou, in ieder geval de collega die heeft de deur ineens open gedaan. Maar zoals ik al zei, we gaan de video monteren. Dat ga ik nu doen. Ed gaat de afstemming doen. En dan gaan jullie nu het persbericht bekijken. En dan ondertussen geniet van het persbericht. Geniet nog van de beelden. Wens ik jullie allemaal weer een fijne middag. Laat er even een duimpje achter als je het niet gedaan hebt. En abonneer. En heel veel succes en sterkte in deze tijd. Dus het is hier ook al sprake waarschijnlijk van een grote milieuschade. Ze hebben net een noodweg aangelegd. Ze komen met grote wagens. Ze verwachten 15 tot 20 vrachtwagens nodig te hebben om al het spul hier af te voeren. Dus dat geeft wel aan dat er heel veel ligt, in ieder geval ook heel veel afval, heel veel materiaal en dat moet afgevoerd worden.